Yeah. Are you the ref of the prison? Yeah. Whenever you're ready, just give a shout. Or do not have to put it on yourself. Yeah. Then I can give it to you now if you want. Thank you.
Thank you.
Halleluja en een hartelijke goeiemiddag. Hier Alipad uit Vredenburg in die Weskus uit, waar ons die wedstrijd tussen Wesbank en die thuisspan Vredenburg gaan behartig. Vandag ons hier vandag baie dankie vir ons Hemelse Vader vir hierdie geleentheid wat hy vir ons gegee het om hier so vandag lekker rugby te kan kyk en lekker rugby te kan ondersteun. Ons saai rechtstreeks uit deur Club Rugby Live. Ons sê vir hulle baie dankie en hulle insette om hierdie moontlik te maak. En ons gaan direct hier so die tweede spanne wat nou net klaar gespeel het en die eerste spanne wat nou reg maak om hierdie kragmeting af te skop. Baie belangrike wedstrijd dan hier in die Boland wat vandag gespeel word tussen hierdie twee spanne. En ons wil graag baie dankie sê aan ons borge wat ook hierdie moontlik gemaak het vandag. Ons sê dankie aan die SPCA natuurlik vir hulle insette wat hulle doen reg oor die land vir ons diere. Ons sal nog deur die loop van hierdie wedstrijd sal ons lekker gesels oor SPCA die borge, maar vir nou maak ons reg vir hierdie kragmeting natuurlik Vredenburg wat graag hulle krag sal wil aflewe so van vanmiddag teen die manne van Wesbank wat al die pad getoer het, al die pad gereis het van Wesbank van Mamasbury af. Die manne van Vredenburg wat honger lyk, wat lus lyk, hulle speel natuurlik in die wit en die blauw. Die manne van Mamasbury Wesbank se eerste span, hulle sal in die rooi, die wit en die swart speel. Baie opwindende wedstrijd wat vir ons voordeel natuurlik die manne hierso van die Weskus Vredenburg wat baie goeie aanvallende rugby kan speel, aantreklike rugby, dan die manne van Mamasbury ook natuurlik ouens wat goeie aanvallende rugby kan speel, so ons kan verseker wees dat ons vermaak gaan wees hierso vanmiddag. Ek sit natuurlik hier op die hoofpaviljoen, die skare reg achter my, so ons is reg, die skeidsregter kyk op sy situasie, hy stel het in. En daar is een welman kry ons aan die gang. Die bal wat op die grond gaan haso. Omkeer besit dadelijk van die afskop af. Die skrimskakel wat moet gaat grawe hier. Lefleur van Wesbank. Rommelbeweging wat aan die gang gesit word. Lefleur wat krap daar. Die groot agste man Charles Gerber wat staan en wacht vir Wesbank. Wat sê die skeidsregter? Hy sê dis een strafskop. Die bal wat vastgehou word daar, vastgepen was en hy losgemaal. Omkeer besit, strafskop aan Vredenburg, die eerste strafskop van hierdie wedstrijd wat aan Vredenburg gaan. Hulle gaan geleente kry hier so om die druk te verlig deur hulle loskakel en Natso Nasro Kleofas. Hy bring die spel terug op tot op die 22. Dit gaan dan ook die eerste lijn staan wees van hierdie wedstrijd. Gaan interessant wees om te sien die haker daar, Jack Wiggins van Vredenburg, hy gaan ingooi by hierdie lijn staan, groot man om vooruit te kyk. Jason Jankies, Bradley van Bouwen, Lefleur wat daar moet skraap vir hy bal. Dis papier, die skrimskakel van Vredenburg. Kleofas wat wag, hy maak die lijn skoon, is die loskakel daar so van Vredenburg, kry nie baie afstand nie. So ons is weer terug in die 22 van Vredenburg, aanvallende lijn staan nou vir Wesbank, die haker wat daar gaan ingooi, Maxwell Nero. Kom ons kyk hoe ek die eerste lijn staan, dit is oorgegooi, bal wat losspring, dit is die elf daar, Greg en Papier, Lefleur, kom ons kyk wat hierdie achterlijn kan maak van Wesbank, bal wat losspring. Samilio Klaassen wat amper daar deurkom voor Vredenburg, maar die bal wat los lê. Wat sê die skeidsregter? Hy sê die bal is aangeslaan haso deur die manne van Wesbank, so dit gaan 'n skram wees vir Vredenburg. Wat nog aan die gang gekom, eerste skram van die wedstrijd. So dat ek kan sien groot manne by daar so staan, Vredenburg reg om te skram. Dis Ferdinand Mitchells, Stanton Williams wat te staan kom, die Maxwell Mentor en Bryson Albertus hier so in die skrams, natuurlijk die skrams wat een 8-man poging gaan wees, maar die stitte wat een groot rol speel. Kom ons kyk hoe ek die eerste skram van hierdie wedstrijd. Ja, Papier wat gaan voet. Papier, hy vind vir Tenison om goeie bal. Hierso, dis die 8ste man, Akio Kutsier. Papier,
Mannen, wat wacht? Het wordt aangegeven daar, die voorstel is bracht. Kijk, kijk! Nummer of Jalto. Hou rooi! Papier, kleef vast. De voorspelers wat nog lekker samen spelen hier niet meer op het veld. Doei! Advantage. Scheidsrechter speelt voordeel. Support. Papier, hij wijst en hij gaat. Maar dat is omkeer bezet. Scheidsrechter. Hij mannen daarna op je grond gaat. En dat is een strafschop. Aan die mannen van Vredenburg. En Kleeuwvaas heeft de gelegenheid nou om een aanvallende lijnstaan te skip. Goede positie te komen. Gaan hij die kantlijn halen. Nee, hij doet niet. De strijd in de handen van Luke van de Westhuizen. Hij trapt zijn man. En hij skopt die bal. Ongelukkigheid niet. Dus Ridouan April, die nummer 11 is zo. Van Weesbank. Hij trapt goed zijn man af. Maar hij skopt ongelukkig niet die bal daar. Direct uit Kuil. Dat ben ik jou. Dit sowieso 10 meter in het halfgebied van Weesbank. Goeie aanvallende positie zo voor Vredenburg. Zag Wiggins wat die lijn staan gaan voet. Hij vindt zijn man. Numbers in de lijn, jullie was 6, jullie was 5. Numbers. Numbers. Numbers, numbers. Papier is om in die bal aan zijn hand. Wat gaan die mannen van Vredenburg maken? Hij gaan scram zijn. Hij wil scram. Zijn papier, dan ook natuurlijk die kaptein. Die scherm was 5 van Vredenburg. Hij besluit, hij zegt ja. De scheidsrechter Ozel scram. Geef ons eigen leeftijd. Ozel gebruik maken van ons groot voorspelers. Ozel een goede platform. Die zo van die hier scram af. Wat gaan hier die achterlijn kan maken? Johan Tienes en op 12. Van Klaassen op 13. Hij een goede aanvallende achterlijn van Vredenburg. Hij probeert die ballen aan te leggen. Kleeuwvaas, Klaassen wat appa had hier die lijn snij. Hij verloor ongelukkig, hij bal voor en toe. Samilio Klaassen. Als hij bal in die hand gegaan het zal hij rooi lichtig geflikkerd. Maar ongelukkig, die bal wat net niet naar die hand toe gaan nie. En ons moet weer terugkomen voor een scram. Goeie scram daar voor Vredenburg. Je kan zien hulle hier gewerk aan dit. Die mannen wat een goede bal bezit voor de achterspelers hier. Go Jens! Die was wat ook goed daar die touwkies terug. Van die takelpositie af. Bye! Dat is een hele geleentheid die zo voor die scramtakel. Steady gentleman! Hier om die scram te voet. Die zo voor Weesbank. Daar is een Welman. Loskakel wat wacht. Welman. Hij zet een steekskopje daar. Roan Kleinsmit wat hij achterwacht voor Vredenburg. Hij probeert zijn voeten te gebruiken. Goeie trap. Hij houdt die bal goed. Hij kort ondersteuning. Hij krijgt het scheidsrechter wat vooraf die mannen om terug te bewegen. Papier. Kleeuwvaas. Goed opgedraaid. Hier zo door Wiggins. Papier. Max Koen. Mannen speelt nou lekker. Dat is Tennyson. Hij stampt hem aan af. Hier voor en toe. Papier. Kleeuwvaas. Klaassen aan zijn buitenkant. Klaassen stapt een man weg. Goed door die voordelen. Klaassen! Emilio Klaassen. Papier. Kleeuwvaas. De mannen speelt goed hier op de kleinkant. Papier. Kleeuwvaas. De groot mannen wat nou draaien van de veld. De sterke dan niet zo. Klaassen, off your feet. Off your feet. Klaassen, los. Serie scheidsrechter. Schoon gemaakt. Van die losgemaakt af. Dat is Kleeuwvaas. Hij is in de halve apen. Hij is de was daar. Geen regie aan aankijk aan hier. Bal wat te bezetten. Bezet aan Weesbank terug. Lafleur gaat hier van die bal zoeken. Lafleur. Hij zoekt spaasje achter. Goeie skopie zo. Deer. Kijk wel Lafleur. Roan Kleinsmit wat hij zo gaan moet schoonmaken. Hij doet zo. Dat is een 22 meter skopie zo. Voor Vredenburg. Hulle vat hem vannig. Dat is aanspeel, sê die scheidsrechter. Hulle moet speel. Dat is Gregor Papier. Iso, baie goed gedoen, Iso, die achtste man. Claude Kutsier. Skoon gemaakt. Samilio Klaasens. Baie goeie aanvallende speler, Samilio Klaasen. Hy soek aansluiting. Hou rooi. Papier. Tennyson. Voorspelers wat nou lekker Iso opdraan, nie meer of jou. Hy kan nie, ek sien hem. Papier. Hy soek, en hy wacht. Kleeuwvaas. Goed gedekken. Dier die man van Weesbank op papier te vliegen. Lamaxi spaal van Aku.
goed aangetrapt door Kleofas. Hij is bij je aan die gang, zo in het begin van stadium van die wedstrijd. Omkeer bezet. Weesbank wat nou die bal heeft. De Toei. Hij zoekt zijn vleel. Dat is Rudwana Pro. Hij is passie voor hem. Doe goed om bal. Leeuwen achter uit. Kennis van de hoge bal is. Wat zijn die scheidsrechter? Hij vraagt wel even van los. Oké, dank je. Schoon gemaakt. Deer Le Fleer. Oké, take it away. Hij zoekt zijn loskakel. Vjaalman wat die voorspeler is. En die midden van die vjaalspeel. Dat is Charles Gerber wat goed dra. Le Fleer. Achterspelers wat nou lekker aan die kom hier. Met Lexus Ruduana Pro wat daar aan die desk kan werk gaan zoeken. Van zijn vleel af gekom het, maar die scheidsrechter zit. Hij bal is voor en toe aangezien. Goeie wedstrijd zover hier aan die begin. Hierdie bal aanspannen, definitief niet bang om die bal lucht te geven. Zodat je daar kan zien, die loskakel Dasherin. Welman, hij speelt samen met Relton de Toei aan zijn buitenkant en Michli Lalani. Lalani, die 13 center van Westbank. Hierdie mannen lijkt bijna gevaarlijk. Let's go, James. Kom eens kijken wat hierdie mannen van hierdie bussen gaat maken. Jan Papier gaat voet, hier zo bij die skram. Die skram is er bij je goed voor Vredenberg. Weer een bij je goede skram. Kleofas, Jennissen, wat terugkomt. Jullie graag. Voorspelers wat moet schoonmaken. Goed houden, de bra, Dirk Huizen. Huizekkers! Papier moet schoonmaken. Hij krijgt zijn voorspelers. Goed opgedraaid, dat lijkt zo'n koetsje. Advantage. Scheidsrechter wat voordeel speel. High tackle penalty advantage. Papier aan die diskant te vliegen. Kom door jou. Die skramskakel papier wat nou zijn voorspeler speel. Hier maar wel het rasker. Maar die bal wat niet daar verloren gaat. Deer Tienissen. Die center. High tackle. Die scheidsrechter wat ze. Die was een hoge dijkslag. Geen voordeel wat gespeeld wordt. Dat is advantage voor de high tackle. En Vredenberg dan nog geleentheid. Lekker hier zo die lijnen schoon te maken. Dus wacht nog. Steeds van hier die Vredenburgse ondersteuning zo weg achter hulle span te komen. Hulle sal hulle seker binnenkort hoor die achter my. So vast, sodra hierdie manne lekker gaan beginne kom. So dis ook kan sien een goeie opkomst hier vanmiddag. By Vredenburg Rugby Club. Toeskouwers wat natuurlijk die wedstrijd gemis het, die game rugby gemis het. Maar ja, ze is terug op die veld, is een lijn staan. Wiggins wat gaan voet. Dat is een woordgooi. Westbank omkeer bezet. Center waar die scherp hard loopt, dat is de Toei. Hij zoekt aansluiting. Welman, Gerber. Gerber waar hij aangevat wordt. De Vleer. Dat is hier flank. Solomons. Hij verloor die bar voor en toe. Dat is Nathan Solomons. Die is hier flank van Westbank. Opsen, die Nokia of die line-out. Skramvat. Goeie gewente daar geweest. Voor Westbank, maar net een ongedwongen fout. Wat dan weer bezit terug hier aan Vredenburg. Die spanne wat nog punten op die boord moet zetten, die zo in die wedstrijd. Kaptein John Papier gesels samen met achterlijn. Gewacht van de voorspelers om een skram te geven. Lijkt me hier die mannen gaan. Als het zo aan gaan, lijkt het me. Je gaat een hele paar skrams in die wedstrijd. Zo helemaal. Die mannen is gecompliceerd voor die 80 minuten. Ontspan, ontspan. Tenzij natuurlijk die bank vars is. Is je alright, daar is een beetje goed. Oké, cool. Hoe zo op je hand te veel scrums weer zien natuurlijk. Zo vloeiende rugby zien. Moes wat doen weer. Dus kijk recht naar waar hij lekker gezegd is zitten. Hij verwacht een man met rechtskram. Shit! Steady zet. Die skram weer eens aan, weer Vredenburg. En die scheidsrechter sê, daar is een strafskop aan die mannen van Vredenburg.
Die stukken daarvan. Wees bang wat gepenaliseerd wordt. Kleef vast. Hij gaat die lijn opzoeken. Vindt hij bij afstand niet. Lijn vat. Dank je. Lijn is midden. Wat niet doen. Zo lekker langs mijn hoop. Man is met een lekker Gilbert. Vis is wat op. Lekker Gilbert. Natuurlijk Gilbert. Goed. Voor goede rugbyballen. Vrijdag bevoorrecht. Om vandaag hier zo met zulke ballen te gaan spelen. Wiggins wat die lijn staan gaan voet. Hij en Skeef gelijk. Skeins ingegooid. Skeef ingegooid door Wiggins daar. Opzijn. Zit weer terug. Line-out Skeef. Line-out Wiggins. Die mannen van Mamasbury. Hulle gaan nou een geleentheid he, om een besluit te nemen. Wil hulle die skram he? Wil hulle die lijn staan he? Hulle sê ons wil die lijn staan he. So Maxwell Nero. Hij gaat hier bij die lijn staan ingooi. Hij gaat zoeken om zijn mannen te vinden. Vind wat lekker waai. Hij vindt ook niet zijn man, omkeer bezit. Bal wat weer terugkomt aan die span van Vier. Net nog kon ik waard niet, wat zeer het zeggen. In die middel van die vial. Oké, Jouwse. Papier. Nog kon ik waard niet, Jouwse. Wat die Groenhaak, wat goed op het geld daar. De Stanton Williams. Voor hem toe aangebeer, de Gerard van Deel. De mannen wat nou hier die bal op jou, Ferdinand Mitchell. Yes. De grootste van Vrijdenberg. Stanton Williams, groot voorspelers wat lekker die bal draag. Van het omkeer wissel. Rak is toe. Rak van. Er zijn weer. Rak. Was een strafskop. Aan Vrijdenberg, hulle het nog een leentijd. Schem. Om diep hier zo in die gebied van Vriesbank te komen. Kom eens kijken hoe hierdie mannen maak. Wat is die besluit? Wat besluit? Die skramskakel en kaptein Jean Papier. Wat gaan hulle doen? Hulle sê hulle wil skram. Hulle het natuurlijk groot voorspelers, so ver het hulle die oorhand in die skrams. Dit moet al die rede wie so kom hulle daar van skram gaan. Kruts! Kan Cleo Vas, Tennyson en Vasens opkikker hier in die achterlijn. Het hulle concoctie wat hulle aangeoefen het. Kom eens kyk, hy bal wat weer een baie goeie skram. Skal wat heeltemal draai, weer eens. Skeidsrechter wat voordeel speel. Maar dat is goed weggebreek daar van boven. Hij peert voor en toe. Papier. Hij krap. Cleo Vaas. Samilio Klaassen wat hard voor en toe kom. Hij wordt raak getrek aan die middel van die veld. Papier. Bal wat starig is. Hij wacht voor een man of twee om te kom. Voor en toe gedraag. De Gerard van Heel. Tikkelt nou, uit twee! Al wat lukt dan is een keer bezit. Nou het waant iets, hier voordeel wat gespeeld wordt nu. Strafskop. Nou het waant iets. Hoe lijkt? Dat is een strafskop. Ik heb hier een scherm moet staan, hè. Dat moet niet uitvoelen. Onder die pressen hier, hè. Leentheid om hier diep te nemen. Hij gaat weer voor hem te scherm. Weer scherm. De scherm lijkt baie krachtenvol. Natuurlijk die twee stutten, Ferdinand Mitchells en Stanton Williams. Mannen lijkt wat... Oor die 110 kilo's lijk. Hij lijkt alsof hulle zwaar gewicht draag. Hulle skram na. Tegen Maxwell Mentor. Tegen Bryson Albertus. Hierdie twee stutte van Vredenburg. Lijkt alsof hulle groot gewicht draag. En hulle kan voor en toe skram. Hulle draag kracht ook. Nie net gewicht. Luister, luister. Kruut. Kruut. Jean Baai. Die zo die skram gaat voet. Shit. Cleo Vas. Die bal wat achteruit gespeeld wordt. Verdeel achter mij verloren. Het Roan Kleinsmith. Omkeer bezet. Gevaarlijke bal nou. Nou kan niet wat hij doet. Hij zoekt spasie achter in die verdediging. Bal wat gaan op. Wat zit hij op van die bal? Goed nagejaagd. Is dat weer die vleel? Dat is een pro. Hij valt op die bal. Renouan een pro. Prachtige drie. Deur die vleel. Hij zoekt werk aan de andere kant van die veld. Zijn moeite wordt beloond met de drie. Goeie scope, goed die spatie gezien daar. Die scrumschakel met Jean Papier. Die scrumschakel Gerdwel Lefleur. Hij ziet die spatie achter in die verdediging. Bal wat op. Baie gevaarlijk. En dat is de vleel wat oorgewerkt het. Ridouane Pro. Hij druk die drie. En zet die eerste punt op je bord. Iso in Vredenburg van Wesbank. Omkeer bezet. Wat weer eens die probleem was.
kleur vast wat een mis aangegeven daar zo. Voor die heel achter, Roan Kleinsmit, hij verloor die bal. Bal wat verloren gaan. En die scrumskakel of Vleer zet die bal achterin. En dat was die Vleer Ridwana Pro, wat met spoed hier gekomen. Natuurlijk die loskakel, nou een geleentheid om die extra's bij te voeg. Desseren Welman. Wat gaan die vlagmannen sê zo? Welman. Bal wat onderin geskop wordt, vlag is blij af. Ik moet zeggen, die vlagmannen, de scheidsrechter, wat mannen wat bij je scherp lijkt, mannen wat aangetrek is, die mannen wat gekiet is. Hier Oudshoorns, ons even Oudshoorns, baie dankie. Dan ook voor hulle inzitten met die gekleding van die scheidsrechters. Die zo vandaag, die mannen lijkt bij je scherp. Dankie Oudshoorns. En dat is weer eens die loskakel. Wat voor ze aan die gang gaat krijgen, dat is Nesro Kliufas. Kliufas wat voor hoogte zoek. Skop het recht aan die keel gaat. Van die Westbank. De Vleer wat gaat moet schoonmaken hier. Kijk, hij maakt recht om die bal te skop. Hij vraagt een paar voorspelers net om haar voor. Om hierkie te bouwen. Hij krijgt lekker hoogte, lekker afstand. Als die scrumskakel, de Vleer. Kleinsmit. Hij vat die verdediging aan. Hierzo is Roan Kleinsmit. Roan Kleinsmit, hij is naar de aansluiting. Een pro laat zijn binnenkant, is papier. Kijk het papier, scheidsrechter. Wat op zijn vlekje blaast, dat was een aanslaan. Hier achter wat baie gevaarlijk lijkt, Roan Kleinsmit. Hier achter Hierzo van Vredenburg. Hij valt lekker aan. Maar ongelukkig, hij bal wat net voor hem te verloor was daar door die Vleer, Groen papier. Change, change, een breakje. 5 meer aan jullie. Kruis op, go! Bellen dan 2 minuten. Jebo! Kruis! Kruis! Na! Bind! Bind! Shit! Weer eens nog. Steady gentleman! Voor Weesbank, hulle wil hulle lijnen schoonmaak. Kom eens kijken hoe we gaan hulle met die bakken zet maak. Le Vleer, Jelman. Hij zoekt afstand, goede skop. Kleinsmit. Hij heeft voor Kutsi aan zijn buitenkant. Kleinsmit, wat een goeie stepje gee. En hij trapt hier. Hij maakt een gevaar. Johan Kleinsmit, hierachter. Aan Vredenburg. Papier. Hij krijgt zijn voorspelers, aansluiting daar. Six. Gerard van Niel. Papier. Klein kant toe gespeel. Dit is een geleentheid. Net een knock on advantage. Rak nou! Nou wat daar verloren gaat, dat is omkeer. Nog kan die bandits is over! Hij gaat weer die gras vind. Met zijn scoop, bal wat op. Keenan Kutsia wat hier zo moet iets doen. Eerste keer wat hij aan die bal raak. Hij wordt hier gedijk. Net dis kant. In die gebied van Weesbank. Al wat meer gedink, op die grond. Hij met die bal release. Leng on the ground. Vandaag getik en gespeel. Dis Nalane. Nalane oor die voorvoet. Hij zoekt aansluiting, Le Vleer! Le Vleer! Uitig! Vijsel is schoon! Paar rakken is die scrumskakel! Gerdo Le Vleer! Prachtige speel, vinnige dink, dier die buitencenter, Michele Lalani. Hij vindt aansluiting, dier sy scrumskakel. Gerdo Le Vleer, Le Vleer, kort op sy hakke, hy klop paar verdedigers en hij komt onder. Onder die palen, die skrumskakel Gerard Willevleer, prachtige drie voor Weesbank. Wat op die oomblik baie goed speel van omkeer besit af. Hulle kry strafskop, vinnige dink, vinnige tik. Hier die buitencenter, Migne Nalani. Vinnige tik in hulle speel en hulle is beloon met die risiko wat hulle geneem het. En die skrumskakel wat so ver, baie belovend lyk die skrumskakel. Gerbe Le Vleer, maar wel man, hij zet die extra twee bij. Vlagmannen, hulle, die mannen, hulle lig hulle, hulle vlaag op. Extra's wat bijgevoegd wordt. Dat is die loskakel, Deseren, een wel man. En dat schrijft dan die telbord op. 12 punten voor die mannen van Malmesbury, dat is Weesbank. 0 punten, thans, voor die Thaisman, Vredenburg. Hulle gaan moet iets doen.
om punt op die bord te kry. Kliofas, wat dan nou hier so recht maak om hierdie bal af te skop. Hy laat hom lekker hang, hy bal wat 10 meter trek. Goed meegeding op die, in die lig. Wat is omkeer besit. Prachtig daar gedoen, hier Clement Bauer. Papier. Lijkt soos Williams. Nou. Wat achter die vloer nou, ingeduik voor. Nou. Bal wat verloren gaan. Er wat voor die een voordeel he. Recht oor. En wat daar oorgevallen. Sê die scheidsrechter. Nie hulle eie lichaams gevig gehou nie. Dis een strafskop. Kloof was wat nog in een geleentheid het. Voor Vredendaal, Vredenburg. Nou so in die gebied te kry van Westbank. Hulle moet punt op die boord sê die so nou. Ja, die so sê. Lau, lijn is wel eens en die so kom naar. Lijn is jou, die so is jouw lijn. Kijk, ga met mij toe, lucht mij alsjeblieft. Hou vast, Roy. Maak op. Kijk, wees maar. Maak op. 6-4, 22-12, wie Daar verloren gaan. Dit is die scheidsrechter. Nog aangeslaan. Daar die eerste man. Het lijkt zo bloot. Goed zeer. Die onderkaptein. Van Vredenburg. Is dat kon niet die bal beheer daar nie. Hier die skaatskaker wat zo ver beindruk. Die skraps. Bye! Goeie kom, goeie meer dinge. Stability! Die skraps. Die stikke wat goed meer dinge van beide spanne. De vloer wat daar gooi. Kus voor Vjalman op. Maar wat verloren gaan. De tooi mis het ook Vjalman. Hy trap. Hy word achter die voordeel ingevang door Tienissen. Kante was vijer besit. Goed gedoen door Kutsie op de grond. Bal wat vinnig gespeeld word, Tienissen, hy weer voor en toe. Ruk nou! Rui! Manne wat daar een meter kort is. Vredenburg. Wat verloren gaan. Nou sê. Nokkie. 5 is myne. 5 is myne. Skeidsrechter wat sê, kan een skrim wees aan die manne van Westbank. Hulle dan nou weer eens een geleentheid hier so. Om die druk te verlig. Kruts! Om die te verlig hier so, Le Fleur wat gaat voet by die skrim. Sit! Steady James! Hy het dominante skrim so ver, die manne van Vredenburg. Hulle skrim op Barsau, maar hier kom het nou te toei. Hy het vir die Doana Prill aan sy kwijtekaan. Maar dit is een ongedwonge fout. Bal wat by die kantlijn uitgegooi word. En dit geef weer eens een geleentheid aan die manne van Vredenburg. Om een lijnstand te het in een baie belovende positie. Lesvol. Is jou ne? Hallo, wie is jou ne? Hou net die lijn, hulle geef ne. Pek lijn, blijf die lijn. Die so by die lijn staan. Hy gooi kort, prachtige beweging. Prachtige beweging. Dit is John Wiggins. Wat die drie druk. Hy het sy skrimskakel maak. John Papier wek goed. Die so by die klein kant van die lijn staan. Hulle flous die hele Westbank. En hulle teken die punte aan. Goeie drie. Goeie beweging. Daar so die manne van Vredenburg by die lijn staan. Hulle doen baie goed. Hulle vir Mommelijn staan, gooi die bal kort. Die kaptein, John Papier wat daar wacht. Hy speel terug na sy hakker toe. Jack Wiggins en Jack Wiggins wat lekker met een glimlach in hart loop om 5 punte op die boord te sit vir Vredenburg. Dis nou die loskakel se beurt. Hy gaan sy eerste geleentheid kry om punte op hierdie boord te sit. Dit is die loskakel van Vredenburg, Nesrou Kleofas. 12 en half. Kom ons kyk of sy skopskoen opvoeding gekry het by die oefening, by die oefenveld.
Wat sê die vlagmanne? Hy bal wat lyk asof hy van rechts naar links toe gegaan het. Ja, die is mis. Daar deur die loskakel. Nezro Kleofas. Soos as jy so kan sien, voormalige blitsbok. En ja, was op die vaste, ja. Rugby speler Reino Benjamin. Wat daar so die skopkegel op die veld bring. Lekker om vir Reino Benjamin hier so by plaaslike rugby betrokke te sien. Voormalige blitsbok. Okay. Salut. En natuurlik vir die Vrystaat Cheetahs. Super rugby gespeel, sowel as Karibeker. Goeie afskopa deur Welman. Goed gevangen deur Matjes van Niel. Daar is die bal is buiten. Goed opgeteld daar deur Matjes Williams. Okay. Is dit dan wat gecombineerd bij die losgemalen. Hier, die vinsaagste wat goed zie je. Penalty advantage nummer 3, hij is hoog. Echter wat voordeelspel. April, April na April toe Kleofas. Prachtig hier gespeeld. Penalty advantage over. Klaassen naar voren toe weer. Die spasie, goeie handen. Lekker gespeeld hier die mannen van Vrijheid. Kleinsmit, wat vastgevangen wordt. Papier, Tienissen. Kutsia, hij wordt aan die marathon. Zie je wat deze tikkelen? Papier, Tienissen. Die vleel wat lekker wel, Tjiki. Dat is Papier. Hij trapt nog een man af. Net zo tussen kan die 22. Kleofas. Prachtig. Nezro Kleofas. Briljant te spel hier zo. Die skarig is juist lekker saam. Jan Vredenburg, prachtige drie. Jullie loskakel, Nezro Kleofas. Goeie spel. Deur beide. Die voorspelers en die achterspelers. Hulle kry die bal in die vye kanale. Deur hulle vleels, deur hulle hele achter. Bring die bal terug. In die middelveld met die voorspelers. En hulle gebruik die manne wat hulle oor het. Nezro Kleofas wat lekker daar in hardloop. En hy druk die drie, net te veel manne oor aan die diskant vir die manne van Vredenburg. Goeie drie. En die vlag is wat gelig word. Dis oor die heel achter wat dan die skop. Goed, dankie. Die skopkegel oorgeneem het. En hy maak seker. Hierdie keer telling dan nou gelyk op 12 punte vir Vredenburg, 12 punte vir Wesbank. Wedstryd lekker hier so in die weegskaal. Beide spanne wat glad die vrees het om die bal rond te gooi nie. Goeie hande. So tot dusver deur Vredenburg. Jy kan sien hulle is afgerig deur 'n blitsbok. Manne wie se hande lekker. Manne wie se hande lekker werk. Nou, wat laat hoop word hier so, wat nie opzij, getrek het hier. Opzij. Natuurlijk, Vredenburg dan nou besluit, wat wil hulle heen. Hulle sê hulle wil skram, natuurlijk, kom nie. Baie sterk stitte, stitte doen baie goed tot dusver. Is die stitte van Vredenburg. Hulle skram op haar zo. Hulle gee goeie voorvoetbal. Achterspelers. Wat kan hulle van hierdie? Kan die 15? 15 de wijn. Hulle sit afmaak. Het lijkt hier zo als op Wesbank verandering gaat moet maken. Het lijkt zo Jamil Thompson, maar die zo gaan afkomen hier achter. Het lijkt hij. Het is hier lekker daar zo niet. En hij is af. Sloepen, sloepen. Ja, zeg. Kruid. Shit! Op, relax. Relax. Oké, kom eens gaan weer, guys. Zeker maar daar, die plaatsvervanger wat nou al opgekomen heeft voor Jamil Thompson. Ik zal nou zijn naam kan bevestigen. Kruid! Spind! Shit! Keep it still. Hier is een baie goeie skram papier wat wacht. Hier is het lijn. Papier. Tienissen. Opgekom hier so deur Kutsie. Die achtste man. Die wordt plat gevat.
vandaag opgeteld door Tennyson. Hij speelt zover op baan. Nou, dit zijn! Meer, kijk dan! Hij wil aannemen in die middel van het veld. Papier. Nou! Bal wat op, Kliufas, hij moet recht maken. Goed gedraaid daar, Mitchells! Die stuit Ferdinand Mitchells, wat goed die bal voor. Rollo in! Moeilijk om te stuit. Papier. Hij krijgt die andere papier op die vleel. Goed aan op de draad. Dat is Clement Bouwers. Papier. Goed op het jala, die is dat. Kutsia. Is maar naar aan de buitenkant. Nou, still was good. Nee, hij was die first arriving player. Houding. Hij bal was vastgehouden op die grond. Nog een 10 meter voor de extra gesialsies. Wat bijgevoegd was. Van die mannen van Vredenburg, scheidsrechters zijn nog 10 meter. En dan Weesbank wat dan een geleentheid gaan het. Om verlichting te brengen zo aan hulle lijnen. Welman, gaan hij die kantlijn van. Baie goede skop. Hier Welman. Hij van ver veld af. Gebiedsvoordeel is zo. Voor die mannen van Weesbank. Dit aan hem, hè? Ja. Goeie geleentheid nou hierso vir Weesbank. Te kyk of hulle nie punte op die telbord kan sit nie. Goeie lijn staan hier keer. Le Fleur. Goeie aangeef. Ja man. Gerber aan die middel. Uit aan die binnenkant. Charles Gerber. Springbok. Prachtig aan die losvoorspelers. In die middel van die veld. Nathan Solomons. Hij slaat niet af. Hij slaat niet af. Zoals een warme mens die botter daar zo. Hij ziet aan die binnenkant zijn achtste man Charles Gerber. En hij krijgt die bal aan zijn handen. En dat is een 3 voor Weesbank. Alles gekomen van een strafskop. Maar je zou zeggen, die mannen van Vredenburg moesten die punten aantekenen. Hij staan een strafskop af. Hij gaat zelfs met die scheidsrechter nog 10 meter terug. Discipline wat hij kost op je oomblik. Ja man, wat goede plaats. Goede druk terug op hulle plaats. Van die vaste facet af. Gebruik hulle skrimskakel om een lang aangee te gee. Le Fleur, wat indrukwekkend is. Tot dusver. En Welman, die sit die extra 2 punte by. Welman ook baie goed gedoen. Van die vaste facet af. Hy val die lijn goed aan. Hy speel sy flank. Nathan Solomons, reguit in die middel van die veld af. En die kryf het Charles Gerber aan die binnenkant. En die manne wat daar die extra's bij zijn. Prachtig gespeeld tot dusver. Hier die mannen zo van Weesbank, zoveel als van Vredenburg. Die wedstrijd nog lekker in die weegskaal. 19 punten tegen 12. Weesbank heeft nog zo die bal in hulle eie gebied. Die speel met die voorspelers. Dat is Zoon Pietersen, wat goed daar dra. Le Fleur. Welman, die sien spasie in die achterkant die zo. Keenan Kutsia wat werk het om te doen. Hij voor Juan Kleinsmit aan zijn binnenkant. Kleinsmit. Hij zoekt die kant klein op, hij krijgt dit niet. Wat zijn die vlagman is binnen. Wow, dat is Ridouane Pro. Die trap binnen toe. Hij krijgt zijn vlagman. Bal wat verloren van Nathan Solomons af. Bal wat aangeslaan was. Mannen wat nou hier zo baie gevaarlijk speel Vredenburg. Hulle skop nu die bal uit, die skop het recht in die keel, gaat af van die gevaarlijke Ridouane Pro. Die val aan. Hy kry aansluiting van sy flank. Nathan Solomons, wat ongelukkig net die bal vir sy spanmaat gooi, die verloor die bal voor en toe. Maar tot dusver baie goeie spel. Ja, dat was gaan, Jens. De span van Weesbank kan niet voor hulle omkeer besit, zomaar geen niet. Hij is bereid om die bal te hardloop. Blij door het! Kilt! Hulle maak gebruik van hulle vaart. Maak gebruik van hulle vaart. Shit! Steady!
Al wat ingegooid wordt. Papier, Dennison, die draagt sterk en die maar op jou top. Oké, ik zie hem. Een hoek. Verkleeuw vast. Houdoi. Om ruimte te geven. Kleeuw vast. Dat! Die wordt onder druk gezet. Die van de kantlijn. Fingertips, hè? Fingertips voor die tijd zijn. Net sowieso een lijn staan dan voor Weesbank. In een aanvallende positie. Zaak Wiggins wat hij zo gaat ingooien. Bal wat oorgegooid wordt. Lijn staan niet lekker wat functioneren hier vandaag. Opgeteld daar, weer Clement Powers. Oké, weg nu! Papier wat vanaf zijn voorspelers om te werken. Weer groot man. Hij vangt zijn stukman, dat is Stanton Williams. Die draaft voor en toe. Ja, Ferdinand Mitchell. Die daar opgedraaid, die goed zie je. Rollo, Sissi, die heeft wel die stukken! Omrooi! Papier. Wiggins, achteruit, Kluw vast. Klaassen, bal op je grond, Kleinsmith. Die is gevaarlijke hardloper met die bal. Samilio Klaassen aan zijn binnenkant. Daar is die bal. Papier, Dennison. Hij wordt raakgedekt in die middel van die veld. Papier. Goed zie je wat lekker voor die bal voor te draaien zo. Rooi 5. Papier. Kluw vast. Die vindt spatie in die achterkant. De rechtheid in de keel gaat van die plaats. Vervanger af. Hij trapt hem maar af. Helemaal niet gevaarlijk. Hij ziet spatie. Hij zet nou de 2. Hij trapt hem naar toe. Hij krijgt uitsluiting van Jason Sas. En daar hoort hij. Hij springt in de lucht. En hij heeft een prachtige teenaanval af. Dit is die man van Weesbank. Ik wist ja, hij zal heel veel tegen. Wat goed afrond daar. Ik ga de herrie tegen de 5 meter schilderen. Captain. Prachtige 3. Captain. Ik voel ik was in die pad. Ik zou die tegen van Weesbank. Ik ga die bal heel veel gescoord schilderen. Recht in de keel gaat af. Van die plaatsvervanger hier achter. Hij maakt zeker. Hij trapt zijn eerste man. Hij breekt hier. Ja? Is er niet Kippie? Scheidsrechter wat hij zo gesprek heeft. Ik was in die pad, als ik daar kon getikken. Iets gebeurt wat. Dus ik wil een meter schild. Oké? Gezien. Luister wat ze willen. Oké. Ja, dat is mijn schild. Dat is mijn schild. Stijn Bekon. Ja, scheidsrechter ze. Hij had iets fout gelopen daar. Ik heb het zelf nog niet gezien. Krats! Zo, van waar ik zit niet. Krats! Zo, dat gaan een scrum wees. Bind! Aan Weesbank en nog bij je aanvallende positie. Stability, gents. Waar heeft van die stability geraakt? Kop verloren. Flank. Kop verloren. Zij zijn Sas. Hij zal bij je gelukkig wees. Hij heeft een bij je goede 3 aangedrukt. Krats! Hij zal graag nog heren. Die zo moet de team overwies. Bye! Wie is een match official, zoals wat daar gewoonlijk op de serie is. Hou het nou weer! Ongelukkig. Was ons nog heel bij vlakje. Mag je een kans? Le Fleur wat voet. Opgeteld door Gerber. Le Fleur. Hij wordt platgevat daar. Hier zijn opponent. Papier. Hou! April wat nou hier zo staan en wacht. Bij de achterkant van hier losgemaal. Nou, zes. Bjelman wat bedijen in die achterkant. Papier. Bjelman. Goed de 2. Hij is in de halve gapen. Bjelman. Nalane. Hij bedijt hem in die voeten. Goed opgedaan daar door Keegan Turkje. Goed aangegeven. Bal wat verloren gaat. En die scheidsrechter zit. Dat is dit voor de eerste helft. Ons gaan nou lekker voor de waterbreek. Bij de spannen wat het gaan nodig heeft. Hij was een baie goede eerste helft. Door beide spannen. Weesbank dan ongelukkig daar om niet nog een 3 te drukken aan het einde van de eerste helft. Nee. Maar ons is weer terug in een kort drukkie. En dan gesels ik weer lekker samen met julle.
Tens, Tens Lee. Ik weet niet wat er aan gebeurt hier. Hij werd al een rit gemaakt. Yes, ons is weer terug hierso tijdens die halftijd break. My naam dan natuurlijk Lucian Kibidu. Ek wat rechtstreeks hier die uitsending doen voor Club Rugby Live. Ons moet die weer eens net ons borgen baie dankie sê SPCA. Natuurlijk landwijd bekend vir hulle dienste wat hulle lever. Soos het jy in jou hart en vind om vir SPCA te besoek, om te help, om by te dra daar so. Doen asseblief so, maak jou hart oop vir een gedachte van vriendelijkheid. Terwijl ons hier so sit, wil ek ook net baie dankie sê aan een en elke lieve persoon, elke lieve borg wat bijdra tot hierdie type dag. Ek sien dat spanne soos Westbank geborg is deur Spar. Die manne hier by Vredenburg het ook hulle borge. Natuurlijk, ons wil graag sien die game rugby voorin toe gaan. En al manier hoe dit voorin toe gaan is, wanneer daar belangstellende partijen is, wat bijvoeg tot die producten wat op die veld gezet word. En soos wat ons nou net hier so lekker staan en kan kyk, kan ons net ons Hemelse Vader ook net lekker dankie sê. Dankie vir hierdie wonderlike dag. Natuurlijk, ons was lang wat ons sonder rugby gegaan het, lang wat ons in ons huise moes wees, wat ons nie kon uitkom nie, wat ons net moes gekyk het en net, ons kan niks daaraan gedoen het, die so sê vir hom baie dankie, ons weet dat hy is hier, hy kyk ook hier, terwyl hierdie manne hulle talente uitleef, leef hulle dit ten volle uit, omdat hy aan die einde van die dag vir ons hierdie talente gegee het, wat ons nou het. So sê vir die heren baie dankie. Ja, dit is nou rechtstreeks 5:00, net so 3:05 hier so, in Vredenburg, in die Weskus, lekker om hier so te wees. Skare gesels lekker saam hier so, in die hoofpaviljoen. En, dit is een lekker atmosfeer hier so in Vredenburg. Ons sê vir die manne van Club Rugby Live, baie dankie vir die uitsending van hierdie wedstrijd. En ook, dat kan dalk een goeie geleentheid vir jou wees, om net hierdie stream te share, like, share, dit gaan volgens baie help as jylle net op die like knopje kan druk. Dit is so'n thumbs up knopje wat daar so staan, so aan die onderkant van die uitsending. Jy kan net daar like druk, jy kan share druk daar so, jy kan hierdie deel saam met jou vriende. En dat sal vir ons baie beteken, hier so by Club Rugby Live. Sê ook baie dankie vir die manne wat die kameras bewerk hier so, wat seker maak. Die spel die altyd kan topgehou word. Sê vir hierdie manne baie dankie, sê ook baie dankie vir die skare wat hier so uit is, hier so vanmiddag. En dan natuurlijk vir die spelers wat bereid is om op die veld mee te ding, manne wat bereid is om extra fiks uit te doen, na werksure, oefenveld toe te kom, ware werk in te sit. Manne wat bereid is om hard te werk. So sê vir hulle baie, baie dankie. So ja, goeie eerste helfte gewees. Paar punte waarna ons kan kyk. Vredenburg, sy vaste vyf, baie groot spelers. Hulle hou van skram. Manne soos Ferdinand Mitchells, Stanton Williams, groot seens, manne wat lekker kan skram. Dan in die
ook in die achterlijn van Vredenburg, Ruan Kleinsmit, Johan Tienissen, die 12 center, hij speelt zo ver op Barsou vandaag, die scrumskakel, Jean Papier, hij is ook voelig achter die losgemalen en achter die scrums. Als we kijken naar die mannen van die Westbank, prachtige wedstrijd tot dusver gespeeld. Hulle loop hier die wedstrijd voor, 19 punten, 10 oor 12, en hulle speel ook op Barsou. Die mannen daar zo, Gertwell Lefleur, hij in die loskakel, Desjeren Welman, mannen wat die touwkies trek hier zo vanmiddag in Vredenburg, speel baie lekker, speel goed tactisch, kom achterin, hulle gaan nou natuurlijk hier die tweede helft tegen een lichte wind moet speel, en dan natuurlijk die vleel Ridouan April, wat ook baie gevaarlijk lyk. Baie gevaarlijk lyk. Hier so in die achterlijn is die vleel Ridouan April. Ook aan die voorspeler Jason Sass. Hy was ongelukkig om nie 'n 3 te kry aan na die einde van die eerste helft nie. Maar natuurlijk, hulle gaan nou die geleentheid het om op te maak. En hier die tweede helft. Manne wat nou hier so reg maak, manne wat nou terug op die veld begin draf. Ons is reg. Hier so in die commentatorsbox vir hierdie tweede helft. Thanks, bud. Let's go, James. Skeidsrechter wat dan op sy vlekkie blaas vir die begin van die tweede helft. Kleofas. Die kreeus aan die gang. Sas wat aan die bal net laat voor en toe op. Hy lyk omkant. En die skeidsrechter sê, ja, jy is omkant. Nie goeie eerste begin dan van die tweede helft vir Westbank nie. En Vredenburg wat vroeg besluit te kan neem. Reino Benjamin. Reino Benjamin wat daar met die skopkegel op hard loop. Die geef ek Leo vast die bal. Dis die kegel. Kleofas gaan sy tyd neem. Hy het nou 'n lekker windjie wat in sy rug blaas. Wat sê die vlagmanne? Hulle hou hulle vlaggies af. Goeie afstand gekry op die skop, maar net nie die direksie nie. Daai bal lyk vir my links verby. Dit lyk asof beide spanne nou al 'n paar veranderinge gemaak het. Die manne van Westbank het veranderinge gemaak hier by die halftydbreek, sowel as die manne van Vredenburg, die nommer 23 op die veld, Rodwell Jonkers vir Vredenburg. En het lyk soos die nommer 22, David Jordaan, wat ook 'n verskyning gemaak het op die veld.
Hy bal wat lekker aan die lig en hang. Goed mee gedinge in die lig. Hulle wen die bal terug. Dis Wesbank. Man wat afgestamp word daar. Le Fleur. Man wat lekker aanval banaan gee daar gegee. Prachtig. Dis die penalty. Skeidsregter. Nou hy. Skeidsregter sê hy was 'n hoë duikslag gewees. Ons moet terugkom vir die strafskop. Goeie lyn. Deur die lyn gesny ja, is die 22. Met 22 van Wesbank, Dillian Strydom. Ook prachtige hardloop aan na eerste helft om die lyn te sny, was die plaasvervanger Welman. Die soekie kant lyn op. Lyn staan net so diskant die halflyn in die gebied van Vredenburg. Goeie posisie om 'n aanval te loods hierso vir Wesbank. Wat kan die manne van Wesbank hierso opkokker? Le Fleur, Welman, Gerber. Gerber wat raak gesit word daarso. Le Fleur, Welman, hy soek 'n binne aansluiting. Hy vind Le Fleur. Goed gegee hierso. Lekker is nog een plaats of vanger op die vier daar zo. Nummer 21. Le Fleur. Nou zo. Goed gedraaid zo door die voorspelers. Rol 3 door. Baie goed gesteerd daar door die vier. Maar die scheidsrechter zijn hier. Die skare stem ook niet samen. Hij was nog geweest hè. Die nummer 21 daarna so vir Wesbank, Ismail Engelbrecht. Sy wat ook opgekom het. Welman wat die kant klein opsoek. Dis wat hy vind. Timing, net timing, Tommy, ze gaan nu op. Maxwell Nero. Die haker van Wesbank. Die gaan een man zoeken hier zo. Zij zijn jankies wat gaat meer dan hier zo tegen Keegan Corky en Sean Petersen. Die plaatsvervanger dan ook op daar. Evan Barends. Skip. Rol nou twee. Goed gedoen door Wiggins om hij bal om te keer. Leeu Vas. Die skop naar die hoopkant toe. In die gevaarlijke man zijn handen. Dis April. Hij krijgt die heel achter. Die plaas. Hij gebruikt zijn hand en stamp die man af. Hij wordt daar uitgedekt. Is die plaasvervanger voor heel achter. Dillian Strydom. Baie gevaarlijke skop om haar. En Ridwan April zijn handen net zo die bal te skop. Hallo. Maar dit was die mannen van Vredenburg. Wat goed gedoen het om die manne oor te kry om hy duikslag te maak. Daar is op die vleel. Hulle draam uit. Ek lyn. En is nou weer 'n lyn staan. Bal wat goed daar ingegooi is, papier. Kutsie wat hier agter by hierdie rol losgemaal staan. Die gaan vir Cleo vas opsoek. Kleufas. Tienesa. Prachtig. Daar deur die middels Ismail Engelbrecht. Hy sit die bal op die voet. Goed gedoen hier so deur. Die vleel. Luke van der Westhuizen. Van Wesbank. Bal is weer omgekeer. Kleufas. Nou, nou twee. Kutsie. Dis David Jordaan wat hy lyn gesny daar vir Vredenburg. En hy is weer in die aksie. April. Die trap. Hier is Greg en Papier daar. Greg en Papier wat vorentoe beer. Hou rooi. Papier. Die kry vir Kutsie.
Ik hou er wel. Papier. Kleufas. Tienesan. Lek. Geduld wat nou is om het jou. Papier. Krijg een papier wat hij achter. Mannen wat die bal gaan optellen en drijf hier zo. Dat is Ferdinand Mitchells. Ferdinand Mitchells wat voor het te beer. Die mannen wat optellen en drijf. Optellen en drijf. Kijk voor mij gaan die antwoord weer. Het was er die scheidsrechter. Lichaamspositie, baie belangrijk. Wat is er die scheidsrechter? Papier, die wacht. Hij vindt voor Stanton Williams. Papier wat vanaf die voorspel is om op te komen. Nee. Papier. Kleofas. Kutsia. Wat is er die scheidsrechter? Papier, die plaats voor vangen, hard hard loop. Hij wordt kort gedijk. Papier wat weer moet wachten. Kleufas. Krijg hulle die bal uit. David Jordaan. Die wordt kort gestuit. Papier. Kleufas. Wiggins. Opgeteld en vooruit te gebeur. Papier wat waag. Die maakt schoon. Kleufas. Prachtig hard op die reel achter. Roan Kleinsmith. Nou, hij is een meter kort. En die scheidsrechter sê, hy is oor. Roan Kleinsmith, hy druk hier drie. Prachtig gedoen door die reel achter. Roan Kleinsmith. Hij zwaai en hij draai. Hij blijft op zijn voeten, hij werkt in contact. En hij krijgt die drie voor die mannen van Vredenburg, die thuisman. Hij zet zijn span nou in de geleentheid om gelijk op te trekken. Zo. Hier lag de Roan Kleinsmit. Lijkt al jouw wedstrijd gevaarlijk. En zijn gevaar, wat aan het einde van die dag. Ja. Die vleeuw kreeg een papier wat dan nog geleentheid gaan heen om die telling gelijk op te trekken zo. Kom eens kijk. Wat zijn die vlagmannen? Prachtig! Kreeg een papier! Hij zet die extra twee bij Tjallang nou 19 punten ja. Hier zo bij Vredenburg, rugby club vandaag. Ja man, wat nou weer hoogte gaan zoeken zo bij de afskop. Hij vindt zomaar baie daarvan. Prachtige afskop. Hij geeft zijn man een geleentheid om die bal terug te winnen. Oké, okay, iets wat! Le Fleur, Velman, aangeneer Nalane, Nalane, hij zoekt aansluiting, hij is geïsoleerd. Dat is de scheidsrechter. Bal gelos was die, dat is Krieg en Papier. Hij besluit dat we afloop. Papier, binnenkant. Roan, Kleinsmit, wat daar aansluiting gee. Het waard iets over, nou, ne? Papier wat hier achter staan. Kleufas wat wacht. Op papier. Hij vindt de loskaak op Kleufas. Goed aangedraad is. Thijs. Clement Bouwers. Nog een. Dat is die nummer 23 hier zo. Red Bull Jonkers. Die beer voor en toe. Nou het advantage voor die Nokkie, ne? Niks advantage. Nokkie is wat rooi. Er wat blaas af voor aanslaan. Geen voordeel. Pikkie bloed, Eritsa, ja.
Manne wat dan nou op blaaskansie gegeven wordt, hier is scheidsrechter. Net zeker te maken. Alles is nog recht. Zie je flank wat hard aangezeld. Nathan Solomons samen met die mannen van Weesbank. Die scrumskakel hier in kaptein van Vredenburg. Jan Papier wat gezeld samen met zijn voorspelers. Zo kan ze een paar plaatsvervangers op je veld voor Vredenburg. Dat is van kracht met kracht. Kruis! Kruis! Bijn! Op James. Skijt zijn rechter wat er voor weer op te staan. Relax. Maar is niks fout die eerste jaar te nemen. Kom eens, repeat het net, guys. Ja, dan werd bang, nee! Kruits! Papier wat hier zo nou die scrum gaat voeten. Bang! Zit! Ja, zijn! Papier, Kliofaas. Klein Smit. Och, hij schop hard. Klop hard in een man vast. Ongedwongen fout daar. Maar dat gaat weer balbezit wees. Voor die mannen van Vredenburg. Wat aan een geleentheid nou zo om weer eens uit hulle gebied uit te komen. Is die thuisspan. Wiggins wat die zo bij die lijn staan gaan ingooi. Benjamin is dan ook nog op die veld daar. Hard gehaard op die. Tennissen wat afgestampt wordt hier zo door die 7 flank. Solomon wat klop met de aloe van die veld. Easy guys. Moeilijk om te stuit. Hij was een harde hardloopslag daar. Die flank daar van Weesbank wat klop hard hardloop. Het lijkt nou uit om zelf een beetje zeer gemaakt aan hij contact. Dus die flank Nathan Solomons. Hij vraagt voor die mannen om net te komen assisteer. Ja. Ik het omgaat. No problem. Mannen waren dan nog meer in zijn geleentheid gaan hier zo om een beetje asem te skip. Ons krijgen ook een geleentheid hier zo in de commentatorsbox. Een beetje asem te skip. Vinnige rugby wat gespeeld wordt de dusver hier zo in Vredenburg. Oké. Gelukkig daar, Nathan Solomons. Hij staat weer op die been. Krijg hem weer te scrum hier zo. Goeie ontmoeting van contact daar met die harde man van Vredenburg in die middelveld. Johan Tennissen. Albei mannen wat gelukkig piek fijn is. En weg is om verder te speel. Papier, die voet, die scrum. Opgeteld, dat is Kutsie. Hij draagt goed voor en toe. Dat is Jean-Claude Kutsie. Ellen, El-Claude Kutsie. Goed voor en toe gedraaid. Stanton Williams. Papier, Kliofaas, die zoekt spatie. Van de Westhuizen, wat werk heeft om te doen hier zo. Hij in strijd om. Die heeft de geleentheid om zijn lijnen schoon te maken. Kruine Baie, afstand met die Skopnie. Plaatsvervanger hierachter. Dillian Strijdom.
Druk nou weer terug op Weesbank. Dit lijkt weer als een plaatsvervanger. Die kaptein wat nou die veld verlaat. Prachtig gespeeld, die kaptein. Okay. Van. Okay. Vredenberg, die verlaat die veld. Hij wordt vervangen door Edwel Solomons. Hey, Xepi, schrijf jij net daar zijn. Die kaptein, prachtig gespeeld vandaag. Bij het tactische besluit dan om voor hem te vervangen. We zien hij dan om te zien hoe Solomons speelt. Goed opgetjaard, die kleurvaas. Aangedraaid daar door Bouwers, Wiggins. Solomons, goed zie je. Scheepskop, Groen Kleinsmit, wat zijn die scheidsrechter? Ja, baie goeie skop daar, hy het goeie probeerslag wel. Dat sal vir hulle die voorsprong gegee het in hierdie wedstrijd. Heel achter, Roan Kleidsmit, wat net daar probeer. Die bal deur die pale jaag met een skeepskop. Wilbur Smeda, ek vraag om verskoning. Wilbur Smeda, die plaasvervanger wat op die veld is. Het lijkt als ook als we nummer 21 dan op die veld kom. Voor Vredenburg. Evan Barends. Hij maakt zijn verschijning. Zo smeerde hij Roan Kleinsmit, wat lijkt. Hij sukkel met kramp. Vroeg in die seizoen. Kijk wat lekker stijf trek daar zo. Geef hij man een beetje pickeljuice. Hallo, blijf buiten hè. Maak zeker dat hij drinkt zo lekker. Ietsje voor die krampen. Eerste werk is op. Baie goed gemeen geding in die lucht. Nokkie. Hier die nummer 21, Evan Barends. Lefleur. Steekskopje daar. Is werk voor die plaatsvervangers. Barends. Die skop die bal veld af. Van de Westhuizen. Hij werk om te doen, skop tegen die wind. Hij zoekt afstand. Bal wat uitgaan is zo, net bij die halflijn. Wiggins wat die bal is zo, heet in die hand. Besluit dat tegen om vannacht te speel. Watch up. Slot. Ik was net een man wat een beetje uit asemheid is hier in die middel van die veld. Een van die Weesbankmannen wat aandacht nodig heeft. Scheidsrechter wat hulle nou tijd gee. Net om hulle asem terug te krijgen. Daar is nog zo'n 20 minuten oor in hierdie wedstrijd. Dat lijkt nou ook hier zoals het nummer 24, Dwayne Smith. Zelf recht maken om zijn verschijning op die veld te maken. Natuurlijk hier in nou een tijd waar plaatsvervangers bij je belangrijk gaat wees. Ja, Dwayne Smith wat nou op die veld verschijnt. Kom aan. Relax. Dat zijn die voorspelers in. Is dat ook AJ Larry? AJ Larry. Ik ga een groot rijskoord moet vatten als ik nou zit ijs. Die man heeft hier zo met die nummer 24 trein op die veld verschijnt. Natuurlijk, Weesbank op die programma voor die dag heeft niet een nummer 24
op hulle lys nie. Hier is myne. Kan back on. Wiggins wat voet. Bal wat rondspring. Om op beweging wat aan die gang gesit word hier so vir Vredenburg. Hulle beer vorentoe Wiggins wat vastgevang word aan die achterkant. Ok. Voorspelers wat lekker uitkom hierso. Hard vorentoe daar gebeur. Goed vorentoe gedra daar deur Bouwers. Smeda. Kleofas. Teen oh. Amper daar deur Nalane onderskep. Hy was nie. Hy verloor net ongelukkig hy bal vorentoe. Goed opgedraad daar deur die nommer 18. Dis die merk dit. Die van Vredenburg. Dit is. Kraut! Bang! Skram in een belovende positie, Smeda, die gaan voet. Bal aan die achterkant, die so van die Skram, Smeda. Tennyson, Tennyson draai hard, steekskopje deurgesit. Werk hier so van strijd om te doen. Die doen goed. Skeidsregter sê, hande wat op die grond was daar, vinnig gevat, is Le Fleur. Manne wat die 10 meter terug was hy, nog een 10 meter gewen na deur Le Fleur. Baie indrukwekkende skrimskakel hier van die manne van Westbank. Dit is die skrimskakel Girdel Le Fleur. Welman soek afstand met hierdie skop. Krijg nie baie af van nie, hy skop die bal net so in sy eie 10 meter. Op sy eie 10 meter uit. Nog steeds een geleentheid dan. Vir die manne van Westbank om hier so aan te val. Die al lang steeds 19-19. Goed gedink, dis Keegan Korkie. Die beer voor en toe. Meegeding op die grond. Le Fleur. Wat sê die scheidsrechter? Lyk my daar was een paar houwe wat daar. We gaan het, kom ons luister, wat praat die? Kom ons hoor, wat sê die scheidsrechter? Geel kaart in hand. En ja, hy stuur daar. Dit lyk soos Jason Benjamin. Drouling. Lyk soos familie van Reino Benjamin natuurlijk. Wat daar die trekpas gekry het. Velman wat daar die kantlijn opsoek, die kry die kantlijn. Nog baie voor om te speel hier in hierdie wedstrijd. Maxwell Nero, hy speel op Barso al heel middag. Hy gaan gooi so by die lijn staan. Hy vind sy man Korkie, wat sê die skeidsrechter, bal gaan die voorin toe nie. Solomons wat verhard voorin toe werk. Dis die flank. Die harde flank van Westbank. Smeda. Linker torpedo, prachtige skop. Moeilik om te vang. Manne wat speel, strijd om. Steekskopje deurgesit. Bal wat gaan op. Hy wys hulle 'n bietjie voete, is die vleel. Griek en papier. Smeda. Samilio Klaasens.
Hij krijgt die vleel. Aan de buitenkant. Steekskopje deurgezet. Daar dit David Jordaan. Smeer aan de binnenkant. Maar van de Westhuizen. Die vleel. Van Westbank wat net baie goed doen om skoon te maak. Prachtige werk daar van de Westhuizen om die. Dan kom je op met zijn mannen hier achter. Prachtige speler David. Dat lijkt zoals David Jordaan wat goed aan gedoen het. Hij werkt van zijn andere kant te vliegen af om aan hierdie kant te komen spelen. Skip. Een man oor, vis sy span. Zet die steekskopje deur. Smeer dat werk hard aan die binnenkant. Maar die mannen kan niet afrond. Goed gedoen. Deur vliegen van Westbank. Om hij bal bij zijn eie doodlijn uit te skop. Maar nou is het weer eens. Een scrum in een baie gevaarlijke positie. So, vir die thuisspan. Smeda. Hij gaat ingooi so bij die scrum. Wat beplan die mannen? Hij was een prachtige torpedoskop, soos wat hulle het sal noem. Deur Ivan Barends. Het is span in een goede positie gezet. Smeda die voet die scrum. Bal kom vry. Skutsia. Opgetel. Wat sê die skeidsrechter? Opgehou. Hier is spanne wat dan tans sit met geel kaarte. 14-14 man op die veld. Hierdie twee stutte wat ook 'n Barso speel van Vredenburg. Ferdinand Mitchells en Stanton Williams. Met hulle hakker Jack Wiggins. Manne speel 'n Barso. Speel nou al 'n volle wedstrijd. Heel wat 'n paar scrums achter die rug. Goed opgeteld, Smeda. Die wordt vastgevangen. Hier achter die voordeellijn. Smeda, die wacht achter die losgemaal. Goed aangedraaid. Dat is hier nummer 8. Garth Amon. Smeda, die wacht. Williams had de rijbal verloren. Voor en toe daar. Klein net zijn aandacht afgehaald van die bal af. Champ. Zijn oor van die bal afgehaald. En hij slaat die bal voor en toe aan. Dat is ongelukkig. Het geeft geleentheid. Voor Westbank. Om druk te verlig. Om hier rugby te gaan spelen. Een nieuwe opkant. Lijkt hier alsof die mannen nog weer terug op die veld gaan verschijnen. Bradley van boven. Mannen wat die laatste veld nou stap. Kruis. Maar die scrum wat eerst gaat moet plek vat. Bye. Vleer wat gaan voet hier zo. Uitstaan speler hier zo voor Westbank. Die scrum schakel. Gert wil de Vleer. Hij wordt achter die scrum die keer gevangen. Er is ook iemand om schoon te maken hier zo. Wielman is ook aan. Ja, maar nou in zijn positie om schoon te maken. Hij bal gaat niet uit WC. April. Hier is een geleentheid. Prachtig aangeval. Weer April. Hulle weer voor en toe. Goed gespeeld. Paal wat voor en toe aangeslaan wordt. Deur Kleofas. Skara wat nou lekker beginnen Samsung.
spieren op me. Kom maar, scherm, James. Die mannen waren daar die veel verlaat, Clement Bowers. Hij heeft een bar zo gespeeld. Ja, stop die lijn. Sofiala is die stad. Het lijkt zo ver aan Mitchells. Hij komt ook van die veld af. Prachtige wedstrijd die stad gespeeld. Oscar Willis, Kraut. Dan in die nummer 16 terrein, die maken verschijning op die veld. En die plek van Ferdinand Mitchells. Moet kijken of hij kan bijvoegen. Maar die mannen speel, dat is Nalane. Nalane, wat werk aan die contact. Opgetel, Gerber. Le Fleur. Wat net aan die bal. Lijkt het mij voor hem te verloren, scheidsrechter Senior Stilaan. Le Fleur. Le Fleur. Velman, hier aan de gaping. Ridouane Pro, die gevaarlijke vleel. Nalane. Le Fleur. Solomon zat zijn buitenkant, Le Fleur. Bij een gevaarlijke scrumskakel. Wat is zo? Solomon wat goed doen om voor die voordeel uit te komen. Nieuw het maar. Al het mannen hoor. Dat is Nero. Scheidsrechter zijn als je voordeel he. Hier die wedstrijd wat nou warm raak. Hier het woord op zijn voet af. Scrumskakel van Weesbank. Wat bij een gevaarlijk lijkt op je aanval. Sotvat. Hij lijkt flink, hij lijkt scherp. Hij weet wat om te doen, wanneer om het te doen. Dit is die scrumskakel. Goodwill, Le Fleur van Weesbank. Wanneer wat voor hem die skopkegel op te brengen. Die lang dan natuurlijk gelijk op hier, als hij hierin kan oorklik. Zal het voor die mannen van Weesbank een voorsprong geven van 3 punten. Met net zo bijna 10 minuten oor om te spelen in hierdie wedstrijd. Dalien strijd om, wat die zo aan de palen toe. Prachtige schop. Maak je fouten, hè. Dat is Dalien strijd om. Hij geeft zijn span, Weesbank, die voorsprong. Hier zo met nog zo'n 10 minuten zijn speeltijd hoor. Hoe waardevol gaan hij 3 punten wees aan het einde van die wedstrijd? Natuurlijk Benjamin wat hier recht maakt, die kant op die veld aanloop. Zij zijn Benjamin, die hard loopt terug op die veld. Geel kaart en nou iets van die verleden. Maar dan wat weer terug is naar een volle pak toe. Lex, jongens, mag gewoon die subs, Tien. Tien, jongens, mag gewoon subs. Dan moet nou plaatsvervangers opbrengen. Baie belangrijk hier de laatste 10 minuten om vars binnen op die veld te heet. En vast hè? Hier die mannen wat afkomt met een barzouw gespeeld. Van Weesbank, lekker krijg 5. Van hulle spanmaats af, daar Solomons, Nathan Solomons, die voelwaterflank, wat is die scheidsrechter, speel aan Le Fleur, Solomons, die draaf weer sterk, Le Fleur, Velman, die zet het op die schoen, bal wat hoog in die lucht en trek, bal wat op die grond is, April wat moet schoonmaken. Wat zegt die scheidsrechter? Nee. Ik zie altijd niet zo. Aanslaan, zei hij. Van Vredenburg af. Die mannen hier zo van. Vredenburg, Evan Barens. Hij heeft een talentvolle hierachter. Gaan hoog op vijf ballen.
baie talent hier zo in Vredenburg, zowel als in Mamasbury. En die mannen wat zeker maken, hulle wys het vandag. Vijf hier zo. Wie hoekie? Die hoek. Kliufas wat gevraagd wordt om van die veld af te komen. Hij heeft de baars al gespeeld. Loskakel van Vredenburg. Scout dit. Scout! Scout! Scrum dan niet zo. Shit! Steady! In die gebied van Westbank. Hulle moet hier uitkomen. Le Fleur, die voet die scrum. Vialman. Hij gaat lijn toe. Goeie uitgeven naar Lane. Zoek voor Strijdermans aan de buitenkant, vindt hem niet. Strafskop, zie je die scheidsrechter. Met geen voordeel, nee. Hij doet zijn voet op, het is wat we gaan van zijn voet af. Sorry. Twee. Mannen, wat een tijd op zijn zo van Westbank. Oké. Ja, met hier die bal gaat uitskop. Strijd om, hij zoekt die kantlijn op, hij vindt die kantlijn. Dat is Dillian Strijd om. Lijn staan dan aan Westbank, net zo'n meter in die gebied van Vredenburg. Lijn is alles. He. Belangrijke lijn staan hier. Wat zie die man aan die lijn staan? Bal wat oorgegooid wordt. Goed recht gemaakt ha, op die achterkant van die lijn staan. Le Fleur. Gerber. Gerber stamp hem aan raak. Le Fleur wat van die scheidsrechter bijen. Die speelt naar die opkant toe. Korkia. Prachtig Adiri. Plaatsvervanger. Aan die binnenkant is Ridouane Pro. Scheidsrechter zit is een strafschop. Bal te lang vastgehouden op die grond. Uitnemende kruisverdediging. Smeer wat speel. Strafskop dan aan Vredenburg. Hulle het die geleentheid dan hier zo. Om in die gebied te komen van Westbank. Hulle dan natuurlijk moet punten aanteken. Om niet als die verlorende span hier van hierdie dag, van hierdie veld af te stappen. Het zo bijna 5 minuten om nog om te spelen in hierdie wedstrijd. Lijkt als een passering gehad, lijkt zoals Jack Wiggins. Maar daar op die benodige help krijg. Is die bal uit? Nee. En die keel gaat af van Ridouane April. Die staan stil. Gerber. Die kan hard die bal draaien voor en toe. April. Aansluiting gekregen. Omkeer bezet. Wat zei die scheidsrechter? Thirty seconds. Goeie en gooi daar, maar is oorgegooi en is aangeslaan daar door David Jordaan en Westbank wat weer speel Ridouane Pro. Oké, dus van de voet af nou. Time, time. Skoon gemaakt door die plaats van vangen scrumskakel. Westbank wat nou zo met vier speel. Gerber wat wacht. Gerber die krijg.
18 away! 18! Ja! Ja man, ongedwongen fout. Maar de scheidsrechter zit, dat is het einde van de wedstrijd. Prachtige wedstrijd hier zo op Vredenburg Rugby Club vandaag. Aan het einde van de dag was het die span van Mamersbury, die Westbank. Hulle reis al die pad Vredenburg toe. Hulle kom weer weg met die wen hier zo vandaag. 22 punten, 10 over 19. Prachtige wedstrijd geweest. Wat een voorrecht was het hier voor mij om vandaag hier zo aan Vredenburg te wezen. Om hier die wedstrijd uit te zijn. Ons sê dankie aan elke lieve borg. Ons sê dankie aan die SPCA voor wat hulle doen. In die land van Zuid-Afrika. Wat hulle voor dieren doen. Wat hulle voor mensen doen. En net voor hulle algehele bijdrage aan ons gemeenschappen. So sê dankie aan die SPCA. Zoals ons een kans het, een geleentheid het. Als we het binnen ons zelf vind. Kom ons gaan ondersteun voor hulle. En ons sê dankie aan ook voor Oudsoorens. Wat bereid is om die scheidsrechter skiets te borg. Dankie aan die borgen van die clubs van Vredenburg. Ons sê dankie vir die borgen van die clubs van Westbank. En dan sê ons ook dankie aan Ludwig. Die man wat die camera beheer het hier so vandag in die Westbank. Hy het besonder sy goeie werk gedoen. Hy wil ook dan natuurlijk en maak seker dat die monitore achter mekaar is. Ons sê vir hom baie dankie. Dankie Ludwig. En dan sê ons ook dankie aan al die skarels wat uitgekom het vandag. En ons sê dankie aan al die spelers wat bereid was om vandag hulle lichaam op die spel te sit, zodat ons lekker rugby kon kyk. Ons sê dankie ook vir die africhters wat hulle tyd altyd beskikbaar maak. En ja, en ons sê dankie dan natuurlijk aan die einde altyd. Ons kan het die zoon omdien nie. Ons hemelse Vader, wat een blessing, wat een voorrecht het hy vir ons weergegee om lekker rugby te kan aanskou vandag. Dit is maar als deur genade, dit is als deur sy goedheid, deur sy guns, wat hy vir ons gee om hier so lekker rugby te kan aanskou. Selfs elke liewe gave kom van hom af, dit kom van boaf, elke goeie gave kom van boaf. Die manne wat nou lekker is op die veld, dan natuurlijk mekaar omhels. Dit is waaroor rugby dan aan die einde van die dag gaan, dat ons hier so wegstap vandag, dat ons een vriend kon gemaakt het, en dat ons mekaar sal lief he. Ons is ja, ons speel hard op die veld, maar van die veld af kan ons lekker vrienden wees. Dis waar het gaan aan die einde van die dag. Ek sê vir julle baie dankie, een en elk wat vandag ingesaai het, wat besluit het om die like button te druk, wat besluit het om die share button te druk. Ons waardeer het hier so by Club Rugby Live oprecht, en ons sien uit om julle weer te sien. As ek het recht het, sien ons julle weer by die Easter toernooi. Dit is in een weekse tyd. As ek recht is, Ludwig, ons sien hulle by die Easter toernooi, waar ons weer rechtstreeks lekker rugby gaan uitsaai. So, my naam is Lucien Kibiru, en ek sien julle weer oor een weekse tyd. Tot wederom. Mooie dag.